Mensen met een beperking hebben wederom hun financiële uitkering nog niet op hun rekening. Anil Kuntibihari, voorzitter van Stichting Wang Okasi, weet niet waar het probleem ligt en zegt dat deze ontwikkeling psychologische gevolgen heeft voor de doelgroep. Normalitair krijgen mensen met een beperking al op de 20e van de maand hun uitkering gestort. Met de late uitbetaling komen de mensen volgens Kuntibihari in behoorlijke financiële problemen. Anderen kunnen niet eens naar de dialyse omdat ze geen geld hebben om transport te betalen. Anderen hebben geen eten om eten te kopen. Het is een en al ellende bij die doelgroep. Mensen schamen zich voor de beperking. Het kan niet. En een ministerie waaronder de doelgroep formeel valt, toch? Kijk, de problemen van de doelgroep is verspreid over de verschillende ministeries. Maar formeel valt die doelgroep onder het ministerie van Sociale Zaken. Dus in feite is het ministerie gesprekspartner van die doelgroep. Als er problemen zijn, bijvoorbeeld het overmaken van gelden. De minister van Financiën ondertekent niet of Postbaarbank maakt niet over. Dat moet dan niet het probleem van de mensen met een beperking zijn. Het ministerie moet ervoor zorgen dat als er problemen ergens is, dat die financiële uitkering niet op tijd betaald wordt, dan moet het ministerie ervoor zorgen dat het wel gedaan wordt, dat het probleem opgelost wordt. Maar het moet niet zo zijn dat de mensen met een beperking moeten gaan lopen bedelen en onderzoeken waar het probleem is. De voorzitter van Stichting Wang Okasi benadrukt niet te weten waarom het al een paar maanden zo is dat deze groep laat wordt uitbetaald. Hij ziet graag dat een betere communicatie met de groep, omdat hij veel vragen moet beantwoorden waarop hij zelf geen antwoord heeft door deze situatie. Communicatie tussen sociale zaken en onszelf, Wang Okasi, dat is heel erg slecht. Ik heb keer op keer gevraagd. Communiceer met ons, want als die mensen ons bellen, de mensen bellen ons kapot. Ik was zelfs uitgescholden voor alles, alsof ik die uitkering betaal. Mm-hmm. Maar dan nog communiceert sociale zaken heel slecht. Dus ik weet eigenlijk niet eens waar het probleem ligt. Voor vandaag heb ik al 2 keer gebeld naar de gemeente Landsweg om met de hoofd van de afdeling te praten. Ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten en ik heb nog steeds geen reactie gehad. Er is nog niet eens terug naar me toe gebeld. Ik heb ten einde raad heb ik gebeld of ik heb een app gestuurd naar de president en gevraagd dat hij ingrijpt. Kuntibihari wijst erop dat mensen met een beperking het al moeilijk hebben en dat een late uitbetaling van de financiële uitkering de situatie voor hen nog moeilijker maakt.